Vandaag in de podcast. Dat jullie hypnose hebben gedaan. Hebben jullie hypnose? Identity geshift? Oh, nee, dat is eigenlijk wat hij doet. Identity shifting. Oké, self-image shifting. Dat kan niet. Dit is geen hypnose wat hij doet. Ik ben bij hypnose gekomen, simpelweg omdat je kan heel lang boeken lezen, naar mensen luisteren en zelfs coaching ontvangen. Ik identificeer me als sperma-emmer. Ja, dat vind ik smeren. Ja, ik heb Instagram ook gemaild van ik word bedreigd. Yay! Ja! Zo! Yay, daar zijn we weer! Oh, dat meen je niet. Ik hoor Jordi en Danielle en ik mis Reinier. Ja. Waar is de kijker, denk ik, of de luisteraar, denk ik ook. Die denkt ook, hey, ik mis een beetje die stem van Reinier, weet je, snap je, weet je wel. Die zwoele stem. Ja. Ja, dus ik zie de zon in de zee zakken. Ik kan wel een Amsterdamse accent al gaan doen. Ja. Nee, Reinier heeft het druk. Dus ja, dat kan ook. Weet je, we kunnen het ook gewoon druk hebben. We hebben het ook gewoon druk. Ja. Verkopen. Ja, en dan kijken we wanneer die weer aanschuift. Zo is het leven. En ja, Reinier, shout-out naar jou. S.O. S.O. Reinier. Ja, natuurlijk wel. Daar zal hij wel tijd voor hebben, denk ik. Dat hij dan zo, als hij zijn werkzaamheden doet, en dat hij dan toch zo aan het lachen is. Om, ja. Shit, dat had ik blij wel willen zijn. Hè? Dat hoop ik wel, dat is gewoon cute. Dat zal toch wel, ja. Maar we gaan het zonder Reinier doen deze keer. Oké. Okay. Zo hebben we allemaal altijd wel een keer dat iemand er niet bij is. Alleen de ene vaste waarde, dat ben ik, heel goed. Dus, ja, maar je hebt iedereen baas, gaat maar. Want Jordi, jij bent net op vakantie geweest. Als we dit uitzenden. Ja. En Danielle is ook net op vakantie geweest. En ik niet. Dus ik ben gewoon. Reinier is ook op vakantie geweest. Ik ben de enige die gewoon. Nee, het was echt heel erg lekker in Duitsland. Ja, want dus je wordt allemaal member van het Creative Podcast Steun. Ja, en dan kan hij ook op vakantie. Ja. Steun Creative naar het buitenland. Backme.org. Ja. Maar Jordi, jij bent naar Duitsland geweest. Ja. 2 dagen. Ja. En hoe was het? dat was heel fijn. Ja, ik. Okay. Ik ben op donderdag ben ik naar Disney. Of nee, Movieland. Park Germany. Park Germany geweest. Ja, dat zou grappig zijn als je dan naar Duitsland gaat en dan zoek je naar Disneyland. ja, als je er al bent, weet je wel. Ja. Gewoon, ja, hallo, kut. Ik zoek Disneyland. Wo is Disneyland? Ja, en het hotelletje zit naast Centro wat we hebben. Dus na de volgende dag zijn we daar naartoe gegaan. Nou, leuk. Ja. Ja, heb je nog anekdotes? Nou. Hey, geef een review van ook, sorry, van daarna. Van, ja, nee, ik alleen maar goede reviews. Iedereen was heel. ik weet niet wat iedereen tegen die Duitsers heeft, maar ik vind het een heel prettig volk. Oké. Okay. Okay, omdat ze bier drinken vanaf 9 uur 's ochtends of wat? Ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Hey, je bent er met je vriendin heen geweest? Ja. Oké, okay. Nou, leuk. Ja. Ja. En, is nog steeds je vriendin? Ja. Ja, als het goed is wel. Zijn jullie vaak op vakantie geweest samen? Dit was de 2e keer. Oké. Okay. Okay. En de eerste keer dan? De eerste keer was naar Rome 5 dagen. Wauw. En toen? Dat was heel vet. Ik vind Rome echt een hele mooie stad. Maar jullie matchen gewoon echt zo goed, dat geen ruzie of hebben jullie wel eens af en toe We hebben geen enkele keer ruzie gehad. We zijn nu bijna een jaar samen en sinds die tijd is het eigenlijk alleen maar goed gegaan. En we wonen ook al samen. Ja. Dus Okay. Shout-out voor jou. Shout-out naar Simone. Ja, Simone. Maar dat is ook wel een ding inderdaad. Dat je vakantie is altijd een goede graadmeter van werkt dit of niet. Want ik ben ook, kijk, van wat doe je als je pech hebt? Hè? Hoe reageer jij, hoe reageert zij? Pech met de auto. En ik ben altijd wel chill. Ik ook. Weet je, ja, jammer. Dit hoort ook bij de reis. Dit hoort bij de vakantie. En, en je hebt ook mensen, ja, wat jij ook. Even relaxed. Het enige wat de vorige keer gebeurde, is dat we werden opgelicht door een taxichauffeur. Oh, oké. Okay. Ja. Toen dacht ik, heb zoveel geld, maar met toch geen reden uit. Nee, de welbekende wisseltruc dat je 20 euro gaf en hij, of 50 euro gaf en hij deed net alsof je 10 of 20 gaf. Oh. Dus dat word je ook. Maar ja, dan heb je de hele dag gelopen naar het Vaticaan geweest, helemaal naar boven gegaan. Dan ben je gewoon kapot. En dan denk je, weet je wat, als jij hier blij van wordt, dan geef ik je nog wel 20 euro erbij. Ja, maar wiens fout is het dan? Van jullie allebei gewoon? Van, gewoon allebei moe, dus je let gewoon niet op. Ja. Dus je hebt weer een verhaal. Gewoon een leuke anekdote. Het gebeurt. Maar het leuke is dat we allebei wel redelijk geobsedeerd zijn door eten.
Okay. En dat we het allebei fijn vinden om lekker te gaan eten. Dus dan is het al fijn om op ieder geval op vakantie te gaan. Omdat je bij elkaar denkt van, oh ja, vanmiddag, wat gaan we vanmiddag eten? Je en als kut. Je in de middag hebt gegeten, dat je bij denkt, oh ja, wat gaan we vanavond eten? Nee, Danielle, wij gaan binnenkort op vakantie. Is goed. Ja. Nee, Danielle, die kan alleen maar kutten denken. Wat is dit nou weer? Die heeft alleen maar kutten gezien in Mallorca. Ja. Ja. Want de mensen die, zeg maar... Kijk, je hebt mensen gehad die... Ik weet niet of iedereen alles van ons luistert. Ex on the Beach alleen of met een reguliere show ook erbij. Dat weet ik niet. Maar jij bent dus naar Mallorca geweest, Danielle. Ja, maar ik dacht, je hebt de obsessie met eten. Dacht ik, pussy eating, like kut eten. Dus daar vind ik ook wel lekker, maar niet elke dag. Ja. Oh, alleen als voorgerecht. Ja. Ja. Nou, leuk, Danielle. Dat je, maar Danielle, ja. Jullie lagen dus zo dicht op elkaar dat jij gewoon elke dag kon eten. Zo, tussen het gesnurkt door wel, ja. Oh, ja. Het was een hele kleine kamer. Ja. Verschrikkelijk, echt. Net zo'n kleine kamer als Jordi toen had, met die ene chick die allemaal voorwaarden ging stellen. Ja. 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 Ja, ik heb één keer, ik heb twee, niet de afgelopen vakantie naar Rome, maar die vakantie daarvoor naar Barcelona, heb ik op een gegeven moment 2 dagen in quarantaine gezet, ook op zo'n klein kuthok in mijn eentje, omdat ik corona had. Of ze zeiden dat ik corona had, maar toen bleken ze mijn goede test verkocht te hebben en dan kreeg ik de negatieve test van die gast. Oh, wauw. Ja, dus ik kom elke maar keer in wel toevallig, cheese from the bacon kom ik elke maar keer. Maar Jordi, wat toevallig dat jou weer precies overkomt. Het komt, komt altijd mij, want de volgende dag test ik alweer negatief en ik kon op woensdag alweer terugvliegen. Oh, dat is schappelijk. Dus ik kon gewoon 2 dagen van de reisverzekering, kreeg gewoon alles vergoed. Ik mocht eten bestellen, alles wat ik wou, dat kreeg ik. Oh, want ik hoor horrorverhalen over het coronahotel, waar je anders in komt. Oeh. Ja, maar ik kwam ook in een coronahotel en het eten wat ik kreeg in de ochtend, middag en avond was niet te vreten. Nee, dat schijnt echt gevangenis. Ze hebben gewoon thuis bezorgd. En de reisverzekering had tegen mij gezegd, ga leven als een god in Frankrijk, want je bent ziek. Bestel wat je kan bestellen, want je krijgt alles qua eten en dingen. Krijg je dat goed. Is dus niet heel erg... Gegeten als een koning. Nou, dat is wel gunstig. Want je had echt bijna een soort van derde wereld vibe bij mensen in dat coronahotel zaten. Ik heb 3 keer per dag besteld. Terecht ook, hè? Ontbijt kreeg ik. Dat was gewoon lekker. Toetje, broodje. Dat was gewoon goed. Maar werd je niet gillend gek? In die kamer. Nou, ik ging gewoon 3 keer per dag in bad. Ja, dat zou ik ook doen. Maar alsnog. Ja, is dat lekker? Ik kan mijn laptop bij me. Kon series kijken. Ah, kon televisie kijken. Ja. Dus dat was wel prima. Ik ging sowieso alleen op vakantie die keer. Ja. Maar dus dat was al wel chill. In Barcelona? Ja. Ja, ik bestelde rond een uurtje of 11 kreeg ik weer honger, bestelde ik. Rond een uurtje of 3 kreeg ik honger, dan bestelde ik. Kreeg rond een uurtje of 7 honger, bestelde ik. En ja, dan rond een uurtje of 10 heb je toch wel zin in een beetje nachos, dus bestelde ik nog een keer. Wel goed. Dus ja, het was 3 à 4 keer per dag, lag eraan hoe vroeg ik ging slapen of hoe vroeg ik wakker was. Maar was het vorig jaar zomer? Ja. Toen was ik er ook, in Barça. Nah. Joh. Jullie elkaar misschien wanneer was je er? God, weet ik veel, deze tijd, maar dan een jaar geleden... eind juli? Ik was er ook zo eind juli, begin augustus een beetje. Het was echt fucked up, want dan moest je zo'n PCR hebben om terug te kunnen komen. Ja, want ik had pas 1 inenting gehad. Inenting, dus... alsof je een fucking vee bent. Ja. Wat? Ja, maar dat is toch een inenting? Ja, het is wel waar. Nee, maar goed, ik had het ook. Had je ook zo'n label om je oor? Zo, ik was 43. Ja. Nee, maar het was wel chill daar, hoor. Ik vind Barcelona wel een hele mooie stad. Ik heb ook voetbalwedstrijdje gepakt daar. Het is sicker pis, overal. Ja, dat wel. Ja, ik dacht dat waar. Je het over je huis had nu. Sicker pis. Die hele shitstad. Nee, ik zat daar, ik was toen in die tijd dat ik daar naartoe ging, was ik nog single. En ik zat daar ook een beetje te tinderen. Want ik denk, ik ben toch alleen, ik moet wat doen. Ja. En ik kreeg alleen maar she-mails erop. Hoe weet je ik dat zeker? Je bent niet zo goed in dat spotten, schijnt. Nee, maar dit kon je wel goed zien. Maar op een gegeven moment... Dit verhaal heb ik volgens mij al een keer verteld... maar dan was jij er volgens mij niet bij, Danielle. Maar dat ik echt gewoon... met iemand had afgesproken... was gewoon een normale vrouwelijke foto. Mm-hmm. En ik loop naar die plek waar we afgesproken hebben... en ik zie daar een monster staan. Oh. En ik denk bij mezelf... ja, oké, ik draai om. En ik loop weg. Ja, dat is het moet die geweest zijn gewoon. Ja. Want ik denk, ja, dat ze zegt... ja, ik sta er al en ik heb dit aan. Ik denk, ja, dat ben jij. Doei, wegwezen. Ja. En ik zei, ja, maar sorry... maar ik ben gewoon een vent. En toen werd ik gelijk geblokkeerd. Oh. Ja.
Volgens mij was het in de vorige podcast. Ik herinner me enigszins zo'n verhaal. Ja, vertel. Ja. Ik was in Barcelona. Ja, ze heette Danielle, maar... Ja. Ja, ik was een man. Deze stem ook, weet je wel. Ik heb mijn hormonen niet genomen. En dat klinkt gelijk als een of andere Fernando uit de achterwijk van Barcelona. Fernando. Hallo. Ja. Hey, ben je heel leuk. Hey, Jordi. Ja. Ja. Maar je had niet zoiets van, ik ben geil, laat ik het gewoon proberen. Nee. Jij hebt nog wel een soort van realiteitsbesef dan, als je dan. Ja, want ik zag het en ik was gelijk niet meer in de stemming. Oh, wat een het ook, ja. Met tegenwoordig kan je dit niet meer zeggen. Maar Toch een het? Ja, of tegenwoordig een zij, kan je tegenwoordig niks meer zeggen. Je kan je ook moet niet vragen meer zeggen naar hun pronouns. Ja, maar de voorzetwoorden, die weet ik allemaal niet van iedereen. Nee. Ik ook niet. Danielle, wat zijn jouw voorzetwoorden? Gewoon niet zo moeilijk. Hoe identificeer jij je, Danielle? Ja, ben jij een she, her? Of ben jij een he, him? Of ben jij een... Ja, maar het is al verschrikkelijk dat je hierover na moet denken als je iemand aanspreekt. Godsamme, hier heb je het vorige keer ook over gehad. Maar Danielle zeikt een beetje als we echt een vrouw dan. Ja. Ja, daarom. Ik vond het wel fucking goede grap. Jordi, jij zei dat. Iets van, iets over die wc's. Ja, vrouw zit te zeiken. Toen dacht ik, ja, nou, dat is wel waar. Ja. Maar dat was Danielle. Laten we nog heel even terugkomen. Jij mag een minuut op terugkomen, Danielle. Want misschien willen we nog wat kwijt. Maar wat jij in ieder geval zei in de audio naar mij toe. Zei jij van, nee, ze hebben er zelf niet eens om gevraagd. Dat is niet behandeld. Ik dacht, misschien komt dat later nog. Maar waar ik me echt zwaar over verbaasde... Want wie vroegen met klem en spoed en ellende... die genderneutrale wc aan? Mensen die sympathiseerden met de LHBTQ+. Maar niet eens genderneutrale queer mensen... die zelf, zeg maar, zo'n wc zochten. En toen dacht ik echt... En daar gaat het helemaal mis in deze wereld. Als er een of andere LHBTQ... LHBTQ, dus dat we voor andere mensen denken, dat is het probleem. Ja, want daarmee creëer je en vooral versterk je een probleem wat er eigenlijk niet is. Want wie gaat zeiken als iemand die zich als intersexe identificeert een eigen toilet wil hebben? Nou, dan zorg je op die school dat het een toilet is als je belangrijk genoeg acht. Ja. Klaar. Ik moest vandaag wel lachen. Nou, ik heb een hele goede grap gezien. Nou, en dat, vertel. Ik kan hem, er was dus, je hebt natuurlijk de LHBTQ+, is het? Ja. En toen zeiden ze van, omdat je ook Disney Plus hebt, zeggen ze, dat abonnement heb ik nog niet. Oh, ja. Die vond ik wel leuk. Ik vind de grap niet grappig. Nee, maar hoe die hem vertelde, vond ik hem wel leuk. Maar jij brengt dat niet goed over. Ik breng hem niet goed, omdat ik hem niet helemaal precies meer weet. Maar ik heb liever dat je even werkt aan je grappen, gewoon die je zelf bedenkt. Ja, sorry. Dan dat je gaat kopiëren, want dan krijgen we straks allemaal snelle dingen aan onze broek. Ben jij ook geïdentificeerd vandaag als vrouw, creative? Want je bent een beetje aan het zeiken. Nou. Nee, maar ik wilde wat zeggen. Waar wil ik heen? Het is ook zo vrouwig, hè? Dat je dan zeg maar zegt, ik wil het vertellen, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat mijn punt is. Jawel, ik weet het wel. Ik goed wil voorbereiden. Zeggen dat je tegenwoordig niet meer... Je mag ook niet meer zeggen dat een vrouw een hoer is. En, want ik wil naar de studenten. Naar de studenten wil ik. En een sperma-emmer, dat mag je ook niet meer zeggen. Vrouwen zijn sperma-emmers. Maar als iemand genderneutraal is, dan kan je toch een genderneutrale sperma-emmer zijn? Want ben je geen man of geen vrouw, dan ben je gewoon genderneutraal. Identificeer je als een sperma-emmer, dan ben je dat. Ja. Moet het kunnen. Maar wat vinden we van de studenten, van de Amsterdamse studentenkorps? Ah, ik was er. Ja. En jij met die ik schreeuwde mee. Ja, hoeren. Dan is het een hoer. Ja. Nee, maar het is allemaal, mensen doen er zo verbogen over. Dit is toch alsof het niet bekend was. Gewoon. Ik denk dat onze koning toen hij ook bij de studentenvereniging zat, ook mee zat te schreeuwen met zulke soort dingen. Ja. Heb je bij een vereniging gezeten dan? Ik heb een mbo-diploma, dus ik had geen studentenvereniging. Nee, je werd niet eens toegelaten. Ik kwam niet eens kroegen binnen omdat ik geen studentenpas had. Zeggen ze, je hebt je mbo-ding. Ik zeg, nee, dat is geen studentenpas. Het moet hbo of universitair zijn. Ja. Dan zei ik tegen de beveiliger, maar wat heb jij gestudeerd? Mbo niveau 2. Ik zeg, nou, rot op dan. En werkte dat? Nee, het werkte niet. Nee, oké, dacht ik. Nee. Maar ik, Danielle, daarentegen, heb wel gestudeerd. En ik heb nooit in zo'n kenkerzooi gezeten. Omdat ik dit. Nee, jij bent een scholier geweest. Dat is anders dan een student. Nee, ik ben een student geweest. Waarom ben ik nou een scholier geweest? Heb je universiteit gedaan? Nee, HBO. Maar dan ben je scholier. Student. Nee, dan ben je student. Oké, tegenwoordig dus, wel. Ja, al heel lang. Ja, mijn vriendin heeft ook universitair gedaan, maar die zat ook niet bij een vereniging. Ja, hoeft toch ook niet?
Maar waarom moeten we het nou ook over jouw vriendin hebben, Jordi? Dat is een beetje raar. Ja, sorry. Dit is ter compensatie, denk ik. Ja, sorry. Ja, ik denk, niet geleerd, maar mijn vriendin wel, hoor. Ik moet even terug laten komen, omdat ik elke keer zo slecht praat over vrouwen. Dat ik toch even terug laat komen van, ik kan het wel. Ja. Iemand die gaat, zeg maar, hashtag me too naar jouw vriendin toe. Van, wil je dit nog wel? Gewoon een beetje zeker dat je dit leven wil. Maar dat zou wel zijn. Nee, maar daar gaan we wel naartoe. Omdat, Daniel, we hadden het net over die wc's. Maar stel nou dat iemand anders die gaat zeggen hashtag MeToo voor Jordi's vriendin. Dat zou ook raar zijn, toch? Nou, als het een bekend kanaal was geweest wat echt super, super veel volgers had, was dat gebeurd. Ik weet het bijna zeker. Ja. Ik weet bijna zeker dat als heel veel mensen dit programma zouden luisteren, ik al lang gecanceld was. Ja, ja, ik ook, joh. Echt, godsamme. Dat ik echt nooit meer mijn vak kunnen uitvoeren, man. Ja. Ja, maar daarom echt, maar laatst gewoon... zei... Wacht, sorry dat ik onderbreek. Ja. Laatst zei mijn collega... Ja, welke podcast zit jij ook weer in? Ik zei, la. Ik dacht echt, kut man, als mijn werkgever zit zien of horen, dan ben ik echt een zak. Dan heb ik geen werk meer. Maar Daniel, hoe rijd je nieuwe auto? Ja. Hartstikke goed. Ja? Ja, het is top. Top. Oké, nou. Ja, het is gewoon echt een boeienbak. Nee, het is echt, ik vind het echt veel te luxe voor wat ik waard ben, maar ik geniet er wel van. Oh, mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, dat. Je geniet ervan. Ja, je kan wel zien dat jij dus heel veel geld hebt. Nee, want het is een leasebak. Dus ik... Maar... Wel even een bruggetje maken. Een lach. Ik gooi er een lach in. Dat is goed. Ja, ik wou een bruggetje maken. Ja, naar? Mag. Doe maar. Geld. Geld. Wauw, geld. Dus. Jezus. Ja, die is wel slecht. Gewoon ook. Hoe ga je auto en dan helemaal door en dan... Oh, dan gaan we nu naar geld. Ja. Oké. Okay. Ik heb wel een kleine anekdote. Mag ik het dan nog zeggen? Dan gaan we door. Ik was helemaal zuur. Gaat het over geld? Ja. Over mijn te dure auto. Oh, ja. Dat ik helemaal zuur was dat de airco niet goed deed. Maar dan moet je dus blijkbaar het knopje met airco indrukken. Anders koelt het niet. En ik was helemaal zuur over mijn auto. Oh, je had hem gewoon heel hard laten blazen. Dat gewoon die bladeren ook in je gezicht kwamen. Ja, oké. Okay. Ja. Ik had wat voor pauper shit is dit. Mijn Volkswagen Up is beter, dacht ik. Ja, dan mag jij je identificeren als vrouw. Blond. Inderdaad. Ja, kan je heel goed inparkeren? Totaal niet. Zelfs met een inparkeermechanisme, camera shit, is het een uitdaging. Jezus, nou, dan ben jij een vrouw. Dankjewel. Ja. Zo identificeer ik me ook. Mijn pronouns zijn zij en, weet ik veel. She, her. En ja, kut. Zij en, zij. Tegenleier. En hoer. Sperma emmer. Ja, ik identificeer me als sperma emmer. Ja, dat vind ik smerig. Ja, dat is toch gewoon een nieuwe. Van, ben jij zij? Nee, ik ben een sperma emmer. Dat is wel onzijdig een emmer. Dus maar als ik dan een vrouw tegenkom en die zegt dat, dan ga ik daarmee trouwen. Ik wil niet trouwen, maar dit is wel, dan ben je gewoon... Dan heb je hem gevonden. Grappig. Ja, dan ben je echt zo grappig. Dan ben je gewoon goed. Ja. Maar geld, we gaan naar geld toe. Want, geld, vertel. Ja, want vorige week, toen waren we aan het podcast, waren we klaar. En toen zeiden we van, we willen het volgende keer misschien, dan hadden we overleg. Ja. We willen het over geld hebben. Hoog overleg, hè? Hoog top overleg was dat. Zonder vrouwen, dus daarom krijg je dat. Ja. Nee, jij was erbij, Daniel. Want toen zei Jordi nog. Jordi zei, er is zo'n docu. Oh, dat was wel bij, kijken. En dat heet Snelle Jongens. Snelle Jongens. En toen dacht ik, ik weet niet of ik dat wil zien. En toen had ik 1 minuut gekeken en dacht ik, oké, dit moet ik zien. Ik moet de rest kijken. En het is gelukkig, het is 2 keer 36 minuten. Zoiets. Oh, valt mee. Ik vind dat te kort eigenlijk. Ja, het jij was maar meer. 2 delen. Ik wil meer. Ik dacht, is het nog lopend? Weet je, komt er nog een deel? 3, 4. Maar dat was het opeens klaar. En dan, Kijk, om het te bespreken en te editen is het prima te doen. Want hoe meer afleveringen, hoe meer materiaal. Want ik ben heel, ik vind het lastig om, zeg maar, te highlighten. Hoogtepunten eruit te halen. Ja. Dus een al hoogtepunt bedoel je? Ja, maar dat is het ook. Het is allemaal de moeite om te... Ja, maar horen. Één iemand die... Ja, ja, laten we gewoon gelijk beginnen. We gaan beginnen. We gaan de docu Snelle Jongens bespreken. Ik weet niet wat ik hier als jingle in moet gooien, maar dat komt wel. Snelle Jongens. Snelle jongens. Ze noemen mij ook dat snelle jongen. Ja? Dat is geen jingle. Nou, we beginnen met Boyd. Heb jij ooit het gevoel dat je een kamer binnenloopt en dat je gewoon niet jezelf authentiek kunt uitdrukken? Heb jij dat ook, Jordi? Luister dan deze story heel goed. Maar dan ga ik wel vaak over naar het interne psychologie. Dan gaan die blokkades weg. Het is alsof jij interne psychologie. Een raceauto bent. Ja. Die totaal 300 km per uur kan gaan. Mm-hmm. Zo. Okay. Ja.
Okay, en ja, je hebt een parachute achter je hangen. Ja. En nu ga je maar 100 km per uur. Je kan of als een gek op dat gaspedaal gaan drukken. Terwijl op het moment dat jij simpelweg die parachute doorsnijdt. Dan ga je in één keer naar je volledige potentie. In één keer naar die 300. Wow. Waar je werkelijk wil zijn. Zonder dat dat moeite kost. Zonder dat je het gevoel hebt dat je jezelf moet duwen. Okay? En als je dat gaat creëren, dan ga je snel kunnen moven. Ja, zeker. Snel ja. kunnen moven. Ik wil het. Ik wil wat hij heeft gesnoven. Dat wil ik. Zo, teringantje. Maar is interne psychologie? Want die, dan moet je bij Danielle zijn. Ja, want je hebt ook externe psychologie, Danielle. Geen fucking idee waar die vent over heeft. Nee. Ja, oprecht. Is toch verschrikkelijk? Ja. Nee, maar hij... Kijk, dit is eigenlijk hetzelfde principe dat iemand zegt van... Hey, denk eraan, je bent normaal aan het lopen en je kan dit haar lopen. Maar nu heb je ineens een ketting om je been en, en zo'n ding, zo'n hele grote bal. Wat zo'n bal, zo'n ketenbal. En dat was het vroeger. Maar nu wil hij dus eigenlijk over laten komen van... Hey, ik heb heel veel geld. Dus doet hij eigenlijk hetzelfde, maar dan zegt hij van Ferrari. Ja, een andere metafoor gebruikt hij gewoon. Van die... Hij pikt gewoon alles wat zij doen. Dat doet heel veel TikTokers doen dat trouwens. Ja. Of heel veel van die gasten. Die stelen gewoon alles uit Engeland. En die vertalen het dan naar het Nederlands. Boyd is daar wel wat minder goed in. Ja, maar we komen straks nog inderdaad bij die andere gast die dat doet. Maar... Die dief, ja. Ja, en, maar Boyd, ja, die heeft inderdaad ook gewoon tegeltjeswijsheden. Ja. En dan kijkt hij de camera. En, Boyd verkracht echt meerdere talen. Ja. Maar het ding is gewoon, ik geloof hem niet. Dat, ik weet niet waarom. Maar het erge is, heel veel mensen dus wel. Want anders had hij niet zoveel geld. En dat is het meest sikke van ik vind het Maar verdient hij wel veel geld? Dat is hij gelooft wel in zichzelf. Ja, maar hoe komt hij anders in de docu? Dan moet je toch geld hebben enigszins? Hij heeft ook geld, ja. Ja, dus blijkbaar mensen trappen hier in. Ik vind het echt wonderlijk. Ja. En ik vind het treurig en ik vind het... Maar het is fascinerend. Niet alleen geld met die cursussen. Ja. Want? Laten we gewoon doorgaan. Want de eerste vier stukken gaan over Boyd, geloof ik. Dan kunnen we er even goed over praten. Mensen kennen mij ofwel van mijn marketingbureau, mijn activiteit daarin, ofwel van mijn psychologisch business, mijn coaching business eigenlijk, waar ik mensen dus help om de interne wereld naar een nieuw level te brengen. Ik ben een 18-jarig ondernemer. Dus ik ben 19 jaar oud. Ik ben een half jaar geleden met mijn middelbare school gestopt. Ja. Ik ben zo succesvol geworden door ten eerste echt eerlijk naar mezelf te kijken. Ja. En door bewustzijn te hebben van oké, dit is mogelijk. Mijn ego los te laten en het dan gaan doen. En jullie willen natuurlijk ook een idee hebben van oké, wat is de magnitude van het succes? Of de economics, dat soort dingen. Nou, we hebben nu bijna 1000 students. Die betalen allemaal 1000 euro of meer. 1000 euro. Dus weet je kunt dat zelf een beetje uitrekenen. Gewoon even toch? Dit is gewoon ziek, dit bedrag. Ja. En er zijn dus mensen die dat betalen inderdaad. 1000 keer... Gewoon 1000 euro betalen. Maar dan ben je gewoon niet goed snik. Nee. Dan betaal je niet eens voor een BN'er. Leeuw Kleine had zo'n kansloze ding. Ja, maar dat was het 300 euro, geloof ik. Oh, dat valt dan inderdaad nog wel mee voor zijn status. Want hij had dan eigenlijk meer kunnen vragen misschien. Ja. Maar dat was helemaal crap. Ja, maar de mensen die dus in deze branche zitten qua dropshipping en al die shit, die kennen hem dus wel weer. Ja. Dus het is een heel select genootschap. Ja, maar kijk, het zijn inderdaad met recht snelle jongens. En die denken van, wat hij is zo vet man. En die zijn heel gevoelig voor dure auto's. En die er heel vet uitzien. Je hebt nu toch die Andrew Tate of zo? Ik weet niet of jullie wat is daar? Nee, ken ik niet. Ja, die kan dus ook helemaal niks. Ja. Maar die heeft dus eigenlijk zo'n piramidespel. Ja, maar dat is met wat ze allemaal doen. Maar die heeft dus een piramidespel opgestart. En die heeft gezegd van oké, iedereen die betaalt 1000 euro om mee te doen aan mijn cursussen. Ja. En dan is zeggen ze, hierna kan je voor mijn bedrijf gaan werken. Mm-hmm. En je krijgt dan provisie als je iemand binnendraagt bij de cursus. Dan krijg jij 50% van het bedrag voor die cursus krijg jij dan. Ja. En daarna zijn er weer mensen... Die krijgen dus weer hetzelfde. En elke keer brengen zij dus weer mensen binnen. En verdient hij weer 500 euro, 500 euro, 500 euro. En die mensen doen alleen maar hem bekendmaken. Dus die duetten dingen van hem op TikTok. Die zetten dingen van hem op Instagram. En iedereen ziet dat. Als je nu TikTok opent, ik weet zeker. Binnen 10 keer scrollen zie je een filmpje van Andrew Tate. Dat hij ergens zit weer. Ja. En het is zo... Gedaan. Het is smerig, maar knap gedaan. Fucking knap gedaan hoe ze dit voor elkaar gekregen hebben. Dat hij gewoon...
Ja, voor hoe smerig het is. Zeg maar, dat het zo kut is, maar dat het zoveel bereik want krijgt. Er komt altijd wel iemand bij die iets weet van de algoritme van TikTok, wat je moet doen om veel in die For You page te komen. Dat zijn de Chinezen. Het is complottheorie. Ja. Nee, maar het is gewoon echt fucking knap hoe ze dat gedaan hebben. En hij is er fucking rijk mee geworden. Ja. En... ja, juiste tijd, juiste plek. En je moet altijd een van de eerste zijn. Ik heb ook met dat, hoe heet dat? Online marketing heb ik ook een tijd een specialisatie in gedaan. En dan is het echt, je moet de juiste tijd, juiste plek zijn. En dan kan je echt heel veel geld maken. Ja. Dat ik denk dat dat hier ook gebeurt. En daarna wordt de ballon doorgeprikt en dan is het heb je alsnog miljoen als het goed is. Ja, en daarna dan is de rest de lul. Maar er zijn ook heel veel shady dingen als met die bitcoins, weet je, dat je daar instapt. Ja. En dan eruit gaat weer. Ja, zeker. Daar was echt al over Boef heeft een jaar tijdje. Toch? Ja, dat heeft Boef ook gedaan. Pump en dump, dat is het. Ja. Dat gebeurt heel veel met die dingen. Heel veel dan, kopen, dan wordt de prijs hoger. En ja, dan gaat en snel eruit stappen en dan huppa, lekker centje verdienen. Maar Boeven poogt zijn eigen callcenter of zo, toch? Wat? Oh, ja, dat klopt, ja, volgens mij. Hoe dan? Ja, maar dat, heel veel van die mensen hebben nog allemaal shady dingetjes ernaast. Dus dat maar wat voor callcenter we hebben. Ja, hij krijgt gewoon dingen aangesmeerd van andere bedrijven. Van, hey, ga dit verkopen aan de klant en bel ze. Ja. Okay, zijn naam wordt gewoon puur gebruikt. Hij heeft dus zeg maar met zijn naam, uit de naam van Boef wordt... Uit zijn naam komen mensen naar dat bedrijf toe en die call mensen gaan dan bellen en elke keer als er iets verkocht wordt, krijgen die mensen plus commissie, Boef een percentage en commissie. Ja, helder. Ja. Nou, we gaan even door met Boyd. Yes, we go through with Boyd. Hey, what up? Yes. Het is Boyd. En in deze video ga ik met je delen hoe je afkomt van zelfsabotage. Yeah. Dat gevoel dat je naar je doel toe aan het duwen bent. Dit is ook Emiel Ratenboom 2.0. En niet getrokken wordt. Al die dingen. Het is belangrijk voor mij om content te maken, omdat dat mijn manier is om een impact te maken op mensen. En daarnaast is het natuurlijk ook mijn manier om mensen met mijn contact te brengen. Op te lichten. Dus kijk daarnaar. En vanaf daar heb je ook lager hangend fruit. Hè? Zoals bepaald gedrag. Als jij iedere dag uitslaapt tot 1 uur 's middags, ga je niet met het beste momentum op de dag beginnen. Dus daar zit ook conflicten. Nou, voor mij de feedback prima, die ik daarvan krijg is prima dat moment. Het voor mensen werkelijk voor transformatie in plaats van alleen maar informatie zorgt. We zitten in een informatie age en transformatie is wat mensen werkelijk missen. Ga er met je bewustzijn naartoe, ontwijk het niet. Oh, verschrikkelijk. Ja, ontwijk het niet. Nou, ik vind dat hij nog veel Nederlands praat hier. Ja, nou, we gaan nog even door gelijk. Het is in Nederlands dat er gesproken is. Daarom heeft Creative het ook verzameld. Nee, we gaan door, wacht. Mick, ik heb net die video even geschoten. Dus ik drop die straks hierin. Hij dropt hem even. En dan kan jij die even uploaden. En zorgen dat die op alle verschillende kanalen staat. Checks. De reacties die ik krijg op de video's die ik maak. Eigenlijk kun je het een beetje in twee buckets onderverdelen. Je hebt de ene bucket. Waar de meeste mensen mij natuurlijk van kennen. Wat mijn advertenties zijn. De video-advertenties die je tegenkomt op YouTube, Instagram, Facebook, whatever. En die reacties zijn natuurlijk wildly different van die andere kant. Wat mijn video's zijn op een organische platform waar mensen naartoe gaan omdat ze dat willen zien. Kijk, dat klinkt allemaal super cool. Maar jou boeit waarschijnlijk alleen, hoe kan ik hetzelfde doen? Weet je, het is super cool, die boy in zijn zwarte overhemd. Maar hoe kan ik het doen? Dus, dat ga ik met je delen. Top. De reacties zijn heel verschillend in deze twee emmers. Omdat links loop je mensen te spammen in zekere zin met advertenties waar zij zeg maar iets anders willen zien. Ja. Ik begrijp waar mensen vandaan komen. Ik begrijp het heel goed. Ja, het weet je, als jij, weet ik veel, 30 of 28 bent en je werkt een baan al heel lang omdat je simpelweg niet wist dat online business mogelijk was. Als je een gastje die 19 is in een villa in Bali zit. Ja, dus iedereen nu bij mij zit er niks van. Ik ben een oplichter. Ik scam mensen, whatever. Ik geef whatever. Dat zit niet bij mij, want ik weet dat het niet zo is. Ik weet dat het simpelweg een reflectie is van hen en niet van mij. Ja. Ja, dat is Boyd. Maar ik vind het ook mooi, want op een gegeven moment, want hij zei ook geloof ik al eerder in een stukje ergens van dat je authentiek moet blijven. Maar kom op, hoe hij praat. Hij praat toch niet gewoon normaal. Als de camera uit is, praat hij toch niet zo. Dan kan hij doet eigenlijk hetzelfde als die kut Chinees, die op een gegeven moment elke keer zag als je een reclame had. Welke? Oh, die? Ja, die zag je op een gegeven moment overal. Wie dan? Ja, van YouTube ook. Die ook die filmpjes had, voordat jij een filmpje weer ging kijken. Dan kwam hij weer met de advertentie. Ja, altijd dezelfde lul. Op Facebook, op Instagram, je had hem overal. Ja. Maar die is er gelukkig niet meer.
Nee. Die is gecanceld. Hij is er nog wel, meer. Maar niet meer daar in ieder geval. Nu heb je Boyd. Ja, nu heb je Boyd. Dan moeten we met Boyd doen. Ja. Nee, maar kijk, ze hebben het altijd heel vaak over omzet. Maar ze hebben het niet over winst. Weet je, dat is ook. Ik heb volgens mij ooit een keer iemand anders ook op die manier heeft het een beetje ontleed. Van ja, want ze moeten ook heel veel dingen investeren. En dus wat belangrijk is om te weten is wat hun winst is. Want ja. Ze zeggen, ja, dan kan je zoveel omzetten. Ik heb nu, deze maand heb ik zoveel omgezet. Nee, maar ik denk dat het wel positief draait als je ziet wat van huizen en auto's hebben. En wat ze nou, kunnen huren en kopen. Dat is ook wel zo, maar heel totdat veel. Totdat iemand met een kritische oog gaat kijken vanuit de business mind ding. Ja, ik denk dat de domme mensen, die gaan zeg maar investeren massaal. Het is ook uiterlijk vertonen. Ja. Het is heel veel fake it till you make it. En ja, maar zij doen zich gewoon beter voor dan dat ze zijn. Ja, natuurlijk. En dan zijn er mensen die daarin gaan investeren. Maar dat is dus een verdienmodel. Piet uit Klazina Veen, die denkt, oh kut, dat is wel vet wat die gasten hebben van 19. Dat ga ik ook doen. En die geeft €1000 uit. Ja, kijk. Ja, dat vond ik heel schrijnend. Weet je, bij Boze is dat voorbij gekomen. Dat van die gasties van 16, 17, 18, dan hun gespaarde €1000, 1500, gaan investeren in dat. En denk ik, Ja, maar dat gebeurt. Want dit denken van, oh, die jongens hebben voor elkaar. En dan even investeren en dat is goed. Want, maar dat is ook het ding. En dat is wel wat ik zeg, fake it till you make it. Kijk, die gast, daar gaan we nu naar kijken. Die zit dan ergens in Mexico. En dan zegt hij, ja, ik heb nu daar een plekje en dat. Maar ik kan ook op vakantie gaan naar Mexico. Ik kan heel veel filmen en ik kan heel veel foto's maken. En dat kan ik, zeg maar, heel lang laten zien op Instagram van, ik ben nu weer naar Mexico of 3 weken daar. Weet je, als je gewoon maar veel content hebt of veel foto's. Ja, maar Anna Nushin en zo, die zegt dat ook. Die zegt van, ik ben helemaal niet zo vaak op vakantie. Ik schiet gewoon de tering tyfus aan spul. En dan doe ik net alsof ik, 6-7 keer per jaar op vakantie ben. Ook eigenlijk de foto's van even eerder. Want een foto van januari, die kan zomaar in, weet je, een foto van januari 2022, die is misschien in januari 2021 genomen. Ja, klopt. En dat zijn dingen, je kan het zo nep maken als je wil. En ook, ik ben zo, een klassieke voorbeeld, en dat is natuurlijk wel heel duidelijk, als je dan naast zo'n dure auto gaat staan. Dat gebeurt ook heel vaak. Of je op vakantie bent. Ja. Kijk, dat is nep. Maar kijk, als je erin gaat zitten. Maar je kan ook een proefrit maken en daar kan je ook heel veel foto's van maken. En nee, zo. Ook niet. Want dan moet je wel een bepaald krediet hebben. Wil jij die Ferrari meekrijgen als... Ja, dat is ook al zo, maar goed. Dat is niet zomaar. Er moet wel iets... Oké, we gaan door. Oké, is maar goed. Maar nu die TikTok-gast? Ja, we gaan nu even kijken naar Marius Ploeger. Dat broekie. En Marius die heeft een hele aparte manier van zijn eigen bedachte dingen bedenken, zeg maar. Of zijn creaties, hoe hij daarin komt. Dus ik ben nu eigenlijk inspiratie op aan het doen van video's die goed zijn gegaan. Dus aan het kijken van oké, welke video's zijn nice, veel views. Small habits that will change your life right now. Every time you leave a room, take something that doesn't belong there and put it away. Waardoor je je leven kunt verbeteren. Op het moment dat er een video bij een ander werkt en echt goed gaat, dan weet je zeker dat als jij hem in je eigen woorden zet, dat hij ook goed gaat. Dit is mijn nummer 1 gewoonte om je leven te kunnen verbeteren. Elke keer dat je je kamer verlaat, neem je iets mee wat er niet hoort. En ik vind het ook heel belangrijk dat mensen het dus niet zien als kopiëren. Het is kennis van een ander verzamelen, het in je eigen woorden zetten en dat op jouw manier op TikTok delen. Deze koekjes bijvoorbeeld, weg ermee. Het is toch wel ongemakkelijk als dit dan op film allemaal staat. Ja, het valt dus heel erg mee hoe druk je ermee bent. Ik vind zelf, zeg maar, als je het goed aanpakt, dan kost het je 2 uur per dag. Gaan posten. Als je voor 2 uur per dag zo'n bak met geld op kan halen, denk ik dat iedereen dat op een gegeven moment wel zou willen doen. Hoppa. Ja, dit was Marius. Marius die, kom op. Dit is gewoon plagiaat. Marius is gewoon een dief. Ja. Ik jank van binnen. Ja? Ja. Waarom, Danielle? Omdat, ik kan niet eens uit. Het is zo intriest. Ik kijk op het internet, wat scoort. En dan maak ik het in mijn eigen woorden.
Hij zet al net in Google Translate aan, neemt de shit op. En vervolgens speelt hij het af in Google Translate, zodat hij het precies voor zijn filmpje kan doen. Ja. Het is zo... Maar hij doet ook net alsof hij nu het helemaal... Original. Ja, maar ik doe het in mijn eigen woorden, doe ik het. In mijn eigen woorden. Ik ga dood van binnen, echt waar. Ja. Het is zo erg. Ja, maar dit is gewoon jatten en... Jammer, het is gewoon treurigheid, sorry. Ja, en kijk, Sonja Bakker, die heeft op een gegeven moment... is die er ook gewoon aan kapot gegaan. Van, dit zijn mijn recepten, vriend of vriendin, die je nu gebruikt. En die hebt de ene rechtszaak naar de andere. En je hoopt toch zo, weet je, dat gewoon die gast ook... Want dit is gewoon vies. Dit is gewoon... Ja, maar, ja, maar... dit is hetzelfde als ik bijvoorbeeld nu... ik heb vandaag de cabaretvoorstelling van Huppelepup heb ik gekeken. Oh ja, en ik heb indruk gemaakt. En die heeft, daar heb ik een paar grappen uitgehaald in het Engels. En die heb ik vertaald in het Nederlands. Ja. Uh-huh. En ik ga morgen naar Toemler en ik ga het spelen. Ja. En kijken hoe het werkt. Ja, het is identiek. Ja. Het is gewoon niet bekend genoeg. Als zij bekender waren, hadden ze echt claim in hun broek gehad. Maar die mensen van wie hij ze claimt hebben ook gewoon miljoenen views. Ja. Alleen die hebben ze in Amerika en niet in Nederland. Maar hoe kan en die dan? Mensen spreken geen Nederlands, dus die gaan dat niet doorhebben. En misschien dat het is. Want echt, serieus, Nederlanders die, weet ik veel, mensen uit een ander continent namaken, die hebben ook gezeik. Maar moeten wij niet zeggen tegen die gasten van wie die het jat van... Hey, kijk dan even naar die gast. Dat is toch van jou? Ja, want je ziet in het filmpje wel van wie die het jat. Ja, dus je zou het kunnen doen. Ja. Is niet moeilijk. Maar Ja, is niet mijn stijl. Maar ik ben net uit Duitsland gekomen. Ik heb nu niet die dingen overgenomen. Hè? Wat? Ja, ik ben geen nazi. Je bent een NSB'er. Maar ik vind dit wel vies. Kijk, ik ben ook iemand die zelf dingen maakt en bedenkt. Ja, maar hij wordt ook dingen gejat. Jouw mening wil ik nog wel meer hierover horen. Want ik denk als dingen van jou gejat worden, dat je het ook niet heel fijn vindt. Nee, natuurlijk niet. En dat is ook wat bij mij gebeurd is. Helemaal in het begin een beetje. Toen grappen van mij gingen werken en door anderen gezien werden. En dan werden gewoon mijn grappen letterlijk over... gewoon mijn plaatjes overgenomen en mijn filmpjes. En dan werd er gewoon mijn logo... er ging gewoon een ander logo overheen. Ja. En dat is gewoon zo nasty. En dat zijn dan accounts die al groter zijn dan die van mij. En, nog groter. Ik ben niet zo heel groot. Als nou, je wel redelijk niet. Toch? Even serieus. Nee, maar dan praat je over accounts van 450.000 volgers. Oké. Okay. En toen heb ik gezegd, zeg even, toen zei ik al van, toen heb ik gereageerd onder mijn eigen post, zeg maar, op zijn pagina. Ja. Van, dit is van mij en zet even erbij. Ja, geen reactie. En toen heb ik mijn volgers aangezet van, joh, zet er even allemaal bij, reageer even dat dit van mij is. Eigendom van Creative Dutch, bla bla. Dus iedereen ging ook reageren van, hey, dit is van Creative Dutch en dat kan je maken, bla bla. Dus op een gegeven moment dacht hij van, what the fuck, kut, sorry. En toen ging hij bij mij dreigen, want hij zei, ja, als je niet zo doorgaat, dan ga ik je account kapot maken, want hij heeft natuurlijk een groter account. Ja, sneu figuurs, kom op. Ja, en dat is gewoon kut, want als hij natuurlijk zegt tegen zijn volgers, en het waren allemaal Marokkanen en weet ik wat allemaal. Ja, lijp je het al. Ja, en niks daartegen, maar... Als je een bepaalde groep krijgt tegen je. Kijk, mijn account is best wel netjes. Ik heb nooit gezeik. Je hebt wel van die accounts die dan... inderdaad van die opgeschoten jongeren... dan gaan ze in discussie met elkaar... onder een post die daar eigenlijk helemaal niet daarover gaat. En dat heb ik niet op mijn account. Ik heb best wel een net account. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook inderdaad... allemaal van dat soort opgeschoten gasties... die bij mij kwamen. En weet je, dat boeit mij niet. Maar op een gegeven moment is het irritant. En het werd gewoon ook link. Ja, publiek ook. Nee, niet mijn publiek. En ze werden ook gewoon link. En hij ook, want hij kwam in mijn DM van als je dit voor morgen 12 uur niet dat bericht weghaalt, die story. Dan ga ik met al mijn vrienden met allemaal andere accounts. Want ze hadden echt zo'n kliek. Dan ga ik jouw account kapot maken. En dan ben je weg, vriend. En bla bla. Heb je die niet een keer online gegooid? Dit is toch echt een jaar geleden of zo? Anders? Nee, dat is langer geleden. Dit is al 2-3 jaar geleden of zo. Maar het verhaal komt me bekend voor, maar ik vind het zo'n raar verhaal. Nee, maar het is gewoon heel eng dat je er ook niks aan kan doen. Want ik heb Instagram ook gemaild van ik word bedreigd en dat en dat. En is het mogelijk om na zoveel rapportage dingen, want dat gaan ze dan doen, hè, je account rapporteren. Ja. Van kan ik dan online of offline gehaald worden? En dan stond het ja. Nou, ik weet niet, want ze kunnen ook natuurlijk wel een... Ze gaan het onderzoeken en ze een manuele niks. Check doen, ja, precies. Ja, maar eerst werd je toch wel gewoon eraf gehaald dan, als ze niet...
Nou, ik weet niet of dat... Preventief misschien. Ja, dat misschien even een naald zou kunnen vinden dat het naar klaar ja, is. Maar... Ja, dat zou kunnen. Maar dit was gewoon wel echt heel naar. En het voelde gewoon echt heel kut. Nou, gewoon oneerlijk. En dat is kut. Ja, oneerlijk. Dat is het goede woord. Van, oké, hij is groter. Dus dan kan je hele army intimidatie. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Ik ben de goede trouw. Ik ben de good guy. Want het zijn mijn grappen. Ja. En dan is er alleen maar van, ja, maar wij zijn met meer. Weet je, dat is gewoon niet hoe het moet gaan. Ja, dat klopt niet. Nee. Maar was hij gekoppeld aan iemand waar je de grap over maakte? Dus dat hij, nee, zeg maar... helemaal niet. Nee, had helemaal niks mee te maken. Hij had toch gewoon mijn grappen. Omdat hij zag van, hey, dit is grappig, dit gaat veilig. Ah, oké. Okay. Dat is het ding. En dan wilde iemand mee scoren. Maar dat is sowieso wat ik niet snap. Van al die accounts, die zeg maar allemaal, die zijn heel groot. Maar die hebben allemaal grappen van anderen. Dus allemaal plukken van internet. En dat is gewoon zo niet creatief. En waar hou je dan lol uit? Weet je, ja, want... uit het geld. Maar ik snap ook niet hoe de mensen dan zo groot kunnen worden. Nou ja, omdat mensen, de gebruiker, de consument, die wil gewoon hapklare grappen. Ja. Nee, maar die wil gewoon alleen maar grapjes vinden op internet. Die zit in een niche en die denkt, ik wil voorgeschoteld worden wat ik leuk vind. Als diegene toevallig al die gejatte grappen bij elkaar verzoekt wat die niche leuk vindt, dan is stop, ben je klaar. Ja, en dan ga je dus verdienen met het feit van, ik heb zoveel volgers, dus dan kan je promotie maken voor iets, weet je, op je story. En daar kan je dan een beetje centjes mee verdienen. Maar ja, ik vind dat niet interessant. Ik haal daar niet mijn voldoening uit. Van, en dat moet voor hun toch ook, weet je, dat je denkt, ja, kom op. Wat is nou de lol ervan dat jij copy-paste? Weet je? Ja, en... maar mensen gaan... Nee, maar dat... Kijk, nee, maar dat zijn geen artiesten. Jij bent dan in die zin, zou je het nobel kunnen noemen, of eervol. Maar dat is hetzelfde volgens mij. Nee, maar dat is het niet. Nee, maar ik weet het. Maar het punt is dat sommige mensen die gaan voor kunst, of die gaan voor bepaalde... waarde aan iets. En andere mensen gaan puur voor likes en geld. En dat is gewoon leegte. Ja, maar dat is wel waar heel veel mensen voor gaan. Meer dan je denkt. Ja. En ja, het is teleurstellend. Want maar dat is zo'n jongen het ook. Doet geen recht. Nee, zo'n jongen ook die denkt van, oh, ik ga kijken wat werkt. En dan ga ik dat kopiëren. Ja, hij heeft geld en ik niet. Nou ja, maar ik heb nog wel waardigheid. Weet je, ik hoef geen auto van zoveel geld en weet ik veel wat. Maar als ik mezelf maar gewoon in de spiegel kan aankijken en die gast, die kan dat niet. Ja. Maar die heeft daar geen last van. En dat is een grote crux. Ja, ja. En dat is ook waar ik me zo verbaasd heb. Dat mensen die gewoon kut shit doen. Gewoon schaamteloos. Dat is echt het, geen fuck geven om niks. Nee. Je ziet het puur als kans om geld te verdienen. Als dat niet gelukt, ja, jammer. Ja. Nieuw project. Door naar de volgende. Ja. Ja, nou, over volgende en project lekker gesproken. Luchtig. Ja, je hebt nog... lekker zuur. Ilias, dat is ook zo'n leuke. Want die... Ja, als je het over shady... als je het over shady dingen hebt... dan is... Ja, dit moment vooral. Dit vind ik heel grappig. Want hij heeft een ontmoeting met iemand. Nou, dan krijg je dit. Ik ben weken en maanden bezig geweest om deze afspraak voor elkaar te krijgen. Ik zag potentie in deze afspraak, in deze investeren en hij ook in mij. Maar het is niet zo 1, 2, 3 geregeld. We kunnen dat helaas niet filmen omdat hij vooral met zijn veiligheid zit. Van zijn gezin en van hemzelf. Hij heeft een zak met geld gekregen omdat hij zijn bedrijf heeft verkocht. En hij wil het niet aan iedereen laten weten. Ja, of wil hij gewoon niet in beeld omdat dat een fucking shady business is. Zo klinkt het wel een beetje, sorry. Ja, dat was klinkt echt... als van... we zijn beide lul. En hij zet mij nu voor blok. Maar hij wil... Over mij mogen jullie wel een documentaire maken. Maar hij wil echt liever... Dacht je wil liever onherkenbaar blijven. Dat is een beetje de vibe die ik kreeg bij dit gedoe. Ja, dat is echt heel grappig. Maar gelukkig hebben we ook weer... Boyd. Is hij er weer? Ja, Boyd hebben we ook weer. En dat is wel mijn favoriet van dit programma. Dit is het legendarische... de legendarische quote is dit. Ga er maar voor zitten. Dit is hem. Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Alcohol is iets wat jouw denkende mind shut off. Denkende mind. Ja, denkende mind shut off. Het is verschrikkelijk. Ja, maar hij heeft wel gelijk. Het komt er misschien een beetje vreemd uit. Ja. Maar stop 10 of 12 barcodejes in iemand erin en die denkt niet meer hoor. Ja, nee, denkende mind is shut off. Ja. Dus hij heeft gewoon gelijk. Maar ik hier krijg hij wel mijn fysiopathie, want ik drink ook niet. Dus ik dacht wel, hij snapt het wel. Weet je? Ja. Maar drink jij al heel lang niet of gewoon nooit gedaan? Of ik heb nooit gedronken. Dus, niet lekker? Of? Nee, ik heb geen behoefte aan. En ik zag eigenlijk al heel jong
van die vriendjes die dan gingen zuipen en die kwamen dan constant terug. Zo, die gingen dan, ja, dan denk ik, ja. Maar ben je er dan bang voor omdat je denkt van ik heb geen zelfbeheersing? Nou, dat ook wel, maar ook ja, dat ik dan doorsla inderdaad. Van, dan, weet je, of dat ik dan alcoholverslaafd raak, weet ik veel wat. Ja. Dus het is zelfbescherming, maar ook, ja, en doordat ik eigenlijk al nooit aan begonnen ben, heb ik die behoefte ook niet natuurlijk. Nee, precies. Ik was niet nieuwsgierig. Lekker, en weet je, dat was ook met roken. Ik vond het stoer om niet te roken, weet je wel. Dat was ik heb ook niet. Dat is tegenwoordig helemaal hip om niet te roken. Ja. Wat is jouw favoriete drankje, Danielle? Ik denk dat, dat jij echt zo'n rosé type bent. Dat klopt wel. Ja? Dat is wel waar, ja. Maar mijn allerliefste is, hoe heet dat spul? Kir Royale. Ken ik niet. Nee, dat snap ik. Ja. Ja, oké, mooi. Leuk. Leuk verhaal. Top. Ja. Lekker kort. Lekker soepel. Ja. Huh. Maar jullie zullen nu wel denken van Boyd, ja, die zal toch wel gestudeerd hebben, maar niks is minder waar. Nee, nou, dus zoals veel mensen vaak hebben gehoord in mijn video's en advertenties, ben ik een high school dropout. Ja. Vaak vragen mensen aan zich af, waarom heb ik dat nou echt gedaan? Weet je, ik was natuurlijk gestopt toen ik 18 was. Drie maanden voor mijn eindexamen. Wat voor mensen onbegrijpelijk is. Maar, ja, maar dit is ook zo'n bullshit vergelijking. Stel je speelt poker. Je hebt €50.000 ingezet. Ja. Je bent bij de laatste ronde. En om hem af te maken met een kans op winnen, moet je callen met nog €10.000. Callen. Maar jij weet zeker dat je niet gaat winnen. Zou je dan nog €10.000 inleggen of niet? En sommige mensen zullen zeggen van ja, ik heb al, weet je, 50k ingelegd, dus ik ga het doen. Maar als je echt een rationele ondernemer bent, een rationele kritische denker, in principe zou je dat dus niet doen, want je gaat sowieso verliezen. Dus waarom zou je nog 10.000 extra verliezen? Wat Boyd dus eigenlijk zegt. Ja, zeg maar. Soms absoluut niet mijn pad. Oh, wacht even. Clearly, weet je. Ik zag gewoon van, oké, deze general kennis die ik hier allemaal krijg, gaat mij niet helpen om waarde te leveren op het niveau wat ik wil in de wereld. Wat een verschrikkelijke mensen dit. Oh. Ja. Ja. Wat Jordi. Boyd dus eigenlijk zegt. Ja. Van ja, ik ging naar school. Ja. Drie weken van tevoren kwam ik erachter dat ik allemaal viertjes had. Ja, dat ik niet ging halen. Dus ik ging altijd het niet ging halen. Ja. Dus ik dacht, ja, ik stop wel mee gewoon. Ja, maar, en hij dacht ook van, hij dacht ook, ik moet €10.000 inleggen nu. Ja, nee, maar hij hoeft helemaal geen verdere investering te doen. Hij zit al op die school. En hij hoeft het duurde nog maar drie weken. Ja. Dus tenzij het is gewoon echt een boel in vergelijking. Zijn ouders hem naar Lusak hebben gestuurd, zo'n private school. En dat het inderdaad 10.000 euro per jaar komt. Want ze hebben op een gegeven moment ook op die school gefilmd waar hij op zat. Oh. Ja. Dat was een leuke school of niet? Ja, nee, dat was leuk. Hij heeft gewoon HAVO gedaan. Ja. Dus op het moment dat heeft hij niet gedaan, heeft hij niet eens afgemaakt. Nee, maar als je stopt in HAVO 5, dan heb je alsnog iets vergelijkbaars aan een VMBO-diploma. Dus hij had gewoon een MBO-diplomaatje of zo kunnen gaan doen. Ja. Een MBO-opleiding. Dus uiteindelijk is het wel een high school dropout, maar wel met een papiertje, zeg maar. Ja. Nee, dan heb je toch geen papier? Nee, ja, als je stopt in... ja, je hebt geen papiertje, maar als je stopt in HAVO 4, dan heb je eigenlijk dezelfde kennis gehad als iemand MAVO. Van TL, MAVO eigenlijk. Ja. Dus kijk, dan kan je gewoon een MBO-opleiding gaan doen. Maar als je dat niet doet, dan ben je niks. Even, heb je geen enkel diploma. Niet dat ik zeg, je bent niks, maar... Nee, ja, dat klopt. Maar zonder, als je zeg maar HAVO niet afmaakt, en dan kun je op zich MBO gaan doen. Maar dan zeg je dan weer, ik kap met alles en ik zit allemaal wel, dan... Ja, nou ja, hij heeft wel geld. Ja. Kijk, en dat, daar kan ik nog wat van leren. Ja, ik heb het niet. Ja. Maar Boyd... Maar ik heb geluk. Ja, Boyd heeft ook een vriend, hè? Een maat heeft hij. Oh. Ja? Ja. En, Romeo ook. Hij, ja, maar hij gaat lekker met een maat. Gaat hij in de eigenlijk sauna. Mijn rechterhand voor de verschillende businesses. Ja. En, nee. Ja, zal ook nog alleen maar meiden in het team gaan aanmeten. Nee, zoals jij doet. Tuurlijk. Ja. Mannen die komen niet in, hoor. Nee. Dus dat is mijn gameplan. Ik heb de portfolio, zo breid ik mezelf uit. In die zin, ik heb een marketing agency, ik heb mijn coaching business en dan mijn shares in andere companies waar ik consult. En ja, zo kan ik dat uitbreiden. En dat werkelijk daar. Heel dure woorden achter. Ik zal een manier van praten van Boyd vooral omschrijven met veel voorbeelden en veel analogieën. En daarnaast natuurlijk heel veel Engelse woorden. Ja, gelul. Voor mij maken altijd gewoon, ja, resemble een soort van move ook in life. Dus ik ben daar excited voor om de business dan mee te nemen internationaal en te gaan groeien. Resemblen. Ja, die volgende levels te gaan halen, man. Ja, maar wij leven continu in het buitenland. We praten eigenlijk alleen maar Engels. Dus dat is het. Dus dan echt weer switchen naar het Nederlands. En ja, soms vergeet je enkele woorden daarvan. Nee. Oh, ja. Ja, man. Tijd voor de
voor de next chapter. Nee. Ik ben wel blij dat we een tijd in Nederland hebben gewoond. Maar weet je, net zoals in business, je gaat weer naar een nieuw level. Je gaat weer naar een nieuwe periode, shift van je leven. Precies. Periode shift. Ja. Ja, maar waarom denk je dat fucking alle bedrijven naar Nederland toekomen? Dat Nederland een van de hoogste is met het alle belastingparadijzen. Shit. En dan zeg jij, ik ga naar het volgende level. Waarom denk je dat al die fucking grote bedrijven hier zitten? Next level, zei hij. Ja, god. Ja. Ik ben benieuwd hoe die Boyd neukt. Als hij dan ook Engels en Nederlands om elkaar heen lult. Ja, dan zegt hij waarschijnlijk, fuck you. Yes. Ja. Do you want me to put it in harder? Ja. Zeg dat je het harder wil. I want the next level. Ja. Do you want the next chapter? I want next chapter. Ja, dat. Bucket. Ja, sperm bucket. Sperm bucket. Ja. Ja, nou, we hebben nog iemand. Die hebben we nog niet gehad. Maar dat is Joshua. En hem vind ik enigszins nog een beetje normaal. Maar ik heb wel een beetje me verdiept. Ik een beetje gegoogeld. Hij komt uit Utrecht. Ja, er is dus. Ik weet niet of het van het Parool was, maar er was wel iemand die research had gedaan naar de. Ja. De hoe zeg je dat? De echtheid van. Probeer sommige, het in het Engels. Oh. Nou, ja, de realness. Realness. Ja. Authenticity. From the companies. Ja, en, soms weet je het even. Is really ja, en nice. Wat ze opzetten. Authentic. Ja, of het authentic is. And if you really can earn money with this. Oké, tell me all about was it. Dus zo, laat me even zien. Ja, dat heb ik niet. Maar ik heb disappointment. Alleen, nee, maar van Joshua heb ik wel een stukje wat ook raar is, wat hij zegt. Luister. Maar wat was dit parool? Ja, dat komt straks. Oh. Ik ben namelijk per direct gestopt met mijn studie. Ja? Ik wist namelijk altijd al wel van, ja, ik wil niet voor een baas werken. Ik wil niet van 9 tot 5 kantoor zitten. Ik heb een autoriteit probleem. Elke ochtend in de file staan. Ik wil iets anders gaan doen. Ja, dus je stopt met werken omdat je niet voor een baas wil werken. Of je stopt met je studie, want je wil niet voor een baas werken. Maar ja. Studeren dan lopen de zaken vooruit. Ja, maar dat ligt het eraan welke studie je doet, hè? Ja, maar sowieso. Waarom stop je met je studie? Ja, ik wil niet voor een baas werken. Ja, maar dat is toch niet de reden waarom je studeert? Nou, gebrekkig doorzettingsvermogen. Je hebt ook van die opleidingen dat je juist business, innovations, nog iets, allemaal van die dure Engelse dingen. Want echt, tegenwoordig wordt al dat Engels gewoon geïmplementeerd in dat Nederlands. Ja. Want je hebt al die scholen tegenwoordig in Amsterdam met al die dure woorden in het Engels. Ja, en allemaal dat, en het is gewoon een kutopleiding. Ja. Vertel je, wat voor shit. En dat is die opleiding die Amalia gaat doen. Politicus, psychology en weet ik veel wat nog meer. Ja, history of zo. En ik heb laatst Maarten van Rossum gehoord erover. Nou, en dan hebben we het ook over iemand. Dat is iemand die is zeg maar heel... Gewoon een kutopleiding. Dan ga je fluiten doorheen, zei hij. Nou ja, maar dat is psychologie ook hoor, aan de universiteit. Ja. Ja. Heel veel van die dingen zijn gewoon niet heel veel waard. Ja. Nee. Maar goed, wat ik dus wil zeggen is dat het gewoon raar is. Hij zegt, ja, ik ben gestopt met mijn opleiding. Want ik wist al dat ik niet voor een baas... Dat is eigenlijk raar. Want dat is niet de reden waarom je een opleiding doet. Maar goed. Wat ik wilde zeggen over Joshua. Hij zei... hij is dus doorgelicht van... is het een beetje real wat hij doet en wat hij zegt? En wat, is het niet shady? Ja. Is het shady? Nee, dat is dus in van alle mensen inderdaad, van al die gasten, is hij wel meest real. Legit. Wat, ook wat hij zeg maar, je betaalt een x-bedrag en er is heel veel content. Er zijn heel veel modules wat je kan volgen, blijkbaar. Mm-hmm. En dus echt wel heel veel tijd ingestoken... in dat hele jouw tot miljonair maken, zeg maar. Ja. You have two for the price of one. Ja, nee, maar hij is dus zichtbaar wel druk mee bezig en heeft tijd ingestoken. Je krijgt wel gewoon waar voor je geld. Ja, precies, waar voor je geld. Mm-hmm. Dus dat, als iemand daar dus echt op die manier naar gekeken heeft en dat dan heeft beoordeeld van, hij is wel real en bla bla. En hij had ook wel mijn sympathie. Het is volgens mij... Met zijn moeder en zijn vader. Ja, en hij was vroeger dik. En, dat is ook wel, en hij heeft zich en hij dacht van, ik moet daar wat aan doen. En, heeft hij niet gedaan? Nou ja, wel. Hij was wel dikker. En hij heeft wel gesport. Hij sport ook. Hij zorgt dat hij fit blijft. En eet gezond. Ja, dus ik vind Joshua, die heeft wel mijn sympathie. En er zijn altijd mensen die slechtere reviews hebben, natuurlijk. Maar dat ligt het ook vooral aan jezelf. Ja, maar dat gaat er ook om. Wat ze wel zeggen ook, is dat je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Want het is natuurlijk niet zo van dat alles maar van, ik heb het 2 maanden geprobeerd, maar het werkt niet. Nee. Nee, maar dat onderschatten mensen wel. Dat is wel inderdaad, dat moet je meegeven. Ja, maar dat vind ik dus wel het fouten van deze docu.
Nu komt het over alsof ze maar wat doen. Terwijl die Joshua bijvoorbeeld... Anders zijn ze niet zo rijk geworden, man. Nee, maar dat moet wel duidelijk zijn van... je moet wel hard werken. Het is, en dat doen ze ook. Alleen het lijkt alsof ze nu... Ze zijn daar. Maar ik denk dat die dief niet zo heel hard werkt, hoor. die Ilias. Nee, die andere. Oh, die dief. Nee, klopt. Nee, dat idee had ik ook niet. Die doet niet zoveel. Nee. En ik had het idee wel bij die Boyd. Ja, en Boyd. Nou, Boyd maakt denk ik wel lange dagen. Alleen ik denk dat hij vooral heel veel aan het lullen is. Ja, dat is het. Ja. Hij lult heel veel. Daarom duurt het dagen lang. Ja. Nee, maar je krijgt op een gegeven moment de handvaten. Maar op een gegeven moment moet je wel zelf gas geven, doen. Zeg maar. Ja, precies. Dus het is... alles komt uit jezelf. Het is niet bijvoorbeeld hetzelfde met voetbal. Je gaat bij een voetbalschool, wat tegenwoordig heel hip is. Maar het betekent niet gelijk dat als je bij een voetbalschool komt, dat je gelijk prof kan worden. Nee, en het is trainen. Messi, dat is ook niet dat ik denk, oh, ik kom alleen maar op zaterdag, want dan moet ik voetballen. Nee, zo, precies. Zo werkt dat niet. Nee, en je moet maar er echt wel dat idee doen. Hebben mensen vaak. Van. Sommige mensen hebben ergens talent voor, maar ja, hard work beats talent if talent doesn't work hard. Zo. Ja. Zo, Jordi. Zo. Je hebt het ook in de leer geweest, you, denk ik. You blew me away with that. Yes, I'm sorry. It's like really wise stuff. I had an internship in France, so yes. So. Yes, yes. Then you forgot the language. Yeah. It's really animating. Yes. Yeah. Maar we gaan afsluiten met Boyd. En dat zijn drie fragmenten. En dat is allemaal uit de workshop van Boyd. Of ze noemen het anders, volgens mij. Mind sessies of zo. Mind final shit stink of weet ik wat. Maar daar gebeurt ook heel veel waarvan ik denk, wat is dit? Nou, Boyd. Nou, daar gaan we. Dit wordt heel erg heftig. Ja. Nadat we hypnose hebben gedaan, hebben jullie identity geshift. Oh, nee, dat is eigenlijk wat hij doet. Identity shifting. Oké, self-image shifting. Dit kan niet. Dit is geen hypnose wat hij doet. Ik ben bij hypnose gekomen, simpelweg omdat je kan heel lang boeken lezen, naar mensen luisteren en zelfs coaching ontvangen. Maar op het moment dat je... Klopt. Alleen met het bewuste brein werkt, dan werk je met 5% van datgene waar je impact mee kan maken. En dan ga je geen werkelijke permanente veranderingen bewerkstelligen. Nee. Dat is gelul. Al jouw gedachtes kun je nu even met rust laten en stijgen. Het is gewoon yoga wat hij doet. Dat je volledig aanwezig bent. Ja, en alleen maar focust op mijn stem. En nu gaan we in hypnose, ook zoiets zeggen. Ja. Yes. Yes, yes. Nou, daar gaan we. Adem in, adem uit. Dat is het enige wat hij doet. En slaap. En ga helemaal slaap. Ja, ja, ja. Meer naar beneden. En elk moment dat het voorbij gaat, ga je dieper. En je gaat dieper. Slaap. En dieper. Was het maar... Ja, ja. En dieper gaan. En dieper slapen. Kijk, wat we nu aan het doen zijn, is... We doen een hypnose waarin ik ze eigenlijk laat identificeren... met de persoon die zij moeten zijn. Die los is van de limiterende geloofsovertuigingen... Van de conflicten in waardes, et cetera. Die we hebben gecoverd in de seminar so far. In de seminar so far, I love it. Ja. Ja, hebben we nog bij? Ja, hier wil ik wel even wat over zeggen. Want hij zegt ook 5% van je bewuste brein die je gebruikt, zeg maar. Ja. Maar je gebruikt misschien 5% bewust, maar die andere 95%... Het is niet zo dat die andere 95% aan het slapen is. Nee, maar wat aan aankloot is. Dat gaat eigenlijk van als je nu bijvoorbeeld heel erg gaat focussen... Want als je nu normaal recht vooruit kijkt, zie je je neus niet. Maar als je ineens iets anders gaat focussen, dan zie je ineens je neus. Ja, dus daar heb ik een probleem mee. Je blik die dan dat zeg maar weghaalt. Ja. En je voelt bijvoorbeeld ook je tong nu niet in je mond zitten. Maar als je erover gaat nadenken, dan voel je ineens je tong in je mond zitten. Oh, Danielle. Ja. Het zijn allemaal van zulke soort kleine dingetjes die je onbewust doet. Bijvoorbeeld je filtert je waarnemingen. Je hebt zeg maar, waarschijnlijk bedoelt hij, je hebt 5% wat je bewust waarneemt, want de andere alles, 95% dat filtert het uit je bewustzijn, want dat is normaal. Als jij bijvoorbeeld ineens zegt van, oh, mijn ademhaling, dat doe ik niet bewust, maar ik ga het ineens bewust doen, dan is er iets anders wat uitgefilterd wordt, omdat je gedachten ergens anders op gaat focussen. Ja. Dus het is niet zo als je iets anders wegschakelt, dat het dan 6% wordt. Nee, dat kan helemaal niet, want het andere wordt uitgeschakeld, want dat ga je weer onbewust doen. Ja. Lul van de gozer die bord. Nou, ik vind het ook niet een heel sterk verhaal, Jordi. Nee, ik vind het wel. Oké. Oké. Ja? Ja, sorry. Oké. Maar we zijn nog niet klaar, want Boyd gaat nog even door. Gelukkig. Ja, Boyd heeft echt de smaak te pakken. Het
deze te pakken. Ik wil dat jij vooruit stond 12 maanden op dit pad. En ik wil dat je ziet hoe dit pad heel donker is met donderwolken. Hoor dan, dit is ook mooi. Dat je gezondheid achteruit is gaan en dat je niet meer de energie hebt. Iedereen even depressief aan maken. En de doelen waar je ooit dromen van had en waar je ooit mee bezig was, daar is niks van overgebleven. En door alle stress die je hebt, voel de pijn die dit jou geeft. Voel de pijn die je krijgt op het moment dat jouw vrienden naar plekken kunnen, op vakantie kunnen, maar jij niet mee kan. Spiral is een downward spiral. Voel alle pijn nu in je lichaam die dit voor jou creëert. Maak het zo real voor je. Zie wat je ziet. Dit gaat niet alleen om jou. Dit gaat om meer dan jou. Zie dat je een slecht voorbeeld bent van wat je met je potentie kan. En had zo potentie. En zoveel is je er van niks. Overgebleven. Je bent een klootzak. Ja, nu stel jij de vraag. Of jij bereid bent om in dit moment een verandering te maken. Om in dit moment een identiteitsshift te maken op een permanent level. Om geen waardeloos fucker te zijn. Zie al je dromen, doelen en desires nu in dit moment komen. En voel de zekerheid dat dit jouw toekomst zal zijn. Omdat jij de persoon bent die jij moet zijn. En voel de dankbaarheid naar een 10 uit 10 gaan. Jouw toekomst is settled. Dit is wel een anticlimax einde. Jouw toekomst is settled. Oké, lekker duidelijk, thanks. Ja. Ik vind het wel heel erg lullig. Of heel erg zielig. Want het is echt van, je bent eerst kapot gemaakt gewoon. Ja. Had je enige eigenwaarde, niks meer van over in deze speech. Maar ga vooruit kijken en dan, je leven is kut. Maar je leven is gewoon niet kut over een jaar. Weet je wel, hij gaat een scenario bedenken wat helemaal niet realistisch is. Want volgend jaar is je leven gewoon net zoals nu. Oh, weet je wat je moet gaan doen? Als je denkt dat je leven kut is, moet je gewoon Temptation Island of Ex on the Beach gaan kijken. En dan zie je, het kan altijd erger. Ja. Tenzij je wel veel wil neuken. Ja. Ja. Tenzij je wil neuken. Je kan niet neuken en je ziet mensen neuken. Ja. Ja, of je gaat Ik Vertrek kijken, dan kan het ook altijd nog erger. Dat is wel waar, verschrikkelijk. Maar dacht je dat we klaar zijn? Nee, het laatste stukje. De final chapter. De filosoof Boyd. Ja, it's a final. Ja, dit is het laatste van de De final chapter, the last piece. Ja, dat komt hier hoor. Het einde van de workshop. En dat vind ik ook heel eng. En ik denk ook echt dat de ondernemers anno nu die succesvol beginnen te worden, dat die letterlijk zelf dat allemaal ervaren, zelf in de praktijk opdoen. De skateboard. Oh ja, dit. Niet 9 tot 5 school. Ook niet 9 tot 5 werken of werken voor een baas. Maar gewoon doorzetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dit is... Die arme jongetjes, hè. Voel de zekerheid. En dan... Voel de identity. Ja. Identity. Dit is misschien wel het engste van de hele aflevering. Wat zeggen ze? Met Alex Sosse. Ja. Ja, het is heftig. Het is echt een inderdaad een bondfight. Maar je weet gewoon, arme jongetjes van 18 jaar. Ja, maar ik zal wel vinden dat het fight, als je hiermee opgezet wordt. Ja, natuurlijk. Maar dat is gewoon... Want je hebt zeg maar 1000 euro betaald en daarna word je zo gemanipuleerd. Dan ga je gewoon. Ja, maar je gaat daar weg. En echt met een goed gevoel van, ik ga knallen. En 1000 euro lichter. En dan ga je slapen en dan denk je, en dan sta je de volgende dag op gewoon met diezelfde kutmindset. Nee, nog niet eens. Je wordt wakker en je denkt, nu gaan we het doen. Ik weet, ik ben een fucking strijder, ik ben een winnaar. Nu ga ik dit allemaal ondernemen. Nou, na een maand ben je gewoon de lul en denk je, nee, dat heeft toch niet gewerkt. Ja, we zijn bezig gewoon, oes, dat van Alex Sols is van al gestoken. Alles kan kapot. Bovink! Ja, heel mooi. Ja, maar ik vond het, Dit is echt heel slecht. Het is gewoon een heel... Secte is het bijna. Ja, echt. Heel erg. Ja, maar dat is het. En dat... Kijk, daar hadden we het toen over met Emiraten. Maar dit is niks minder. Vergelijkbaar. Dit is hetzelfde. En, maar overtreffende trap. Overtreffende trap. Nee, hedendaags. Niet per overtreffende trap, maar gewoon ingespeeld op wat nu, zeg maar, mensen trekt. Ja, dat ook. Maar Emil Ratenband, daar hoefde je geen 1000 euro voor te betalen. Weet je, daar betaalde je entree misschien 10 euro, 15 of gulden nog zelf. Ja. En dat was gewoon... Maar Emil Ratenband was nog wel iets gekker, hoor. Ja, maar kijk, nee, die heeft... Nee, vind ik echt niet. Als je dit geschreeuw hoort op het eind, fucking... Ja, man. Nee, maar de dingen die hij soms zei, ja... Ja, oké. Okay, daar ben je het helemaal mee eens, Jordi. Want jij zegt ook van alle vrouwen zijn spermatanks. Nee, maar dat is de levensvisie van Emiel. Daar kan je wat op tegen hebben. Daar heeft Jordi wat mee. Maar in zijn vak was het gewoon wel van... Je kan het. En weet je, dat was niet zo... Chaka! Nee, maar dat was niet zo shocking. Dit is gewoon... Mensen, je betaalt 1000 euro. Iedereen, lekker geld binnenharken, blablabla. En je lult gewoon echt een end in de ruimte. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Ik denk dat je met die ding van Emiel nog wel verder kwam. Nou, misschien dat denk ik echt wel, hoor. Qua mindset wel. Maar want je wordt hier gefopt.
Ja, ja. Dat is het. Je wordt een worst voorgehouden van jij kan geld verdienen. En ja. Emiel zegt alleen maar, je hoeft niet bang te zijn voor die spin. En je kan het en bla bla. Ja, maar dat is het verschil. Kijk, dit is alleen, dat is het piramidesysteem. De mensen hier zijn gefixeerd op, zeg maar, jij moet investeren. Ja. En bij Emiel was het meer grootheidswaanzin. Ik kan jou leren hoe je angsten kan overwinnen. Kan jou leren hoe beter te worden. Dat is een verschil. Ja. Want het is hun motivatie helemaal niet. Zij willen alleen maar geld hebben. Ja. Ja. En dat is, weet je... Aan de ene kant denk je van, nou, eigen schuld, je wil zelf rijk worden. Maar aan de andere kant, het is ook gewoon sneu. En dat is precies, wat ook met Ratelmand was. Die mensen die willen iemand hebben die zegt van, je kan het en jij bent wel wat waard. En deze jongens, je kan geld verdienen. Dat kan je echt maar als jij... ik dus schijnend vind, is dat er bijvoorbeeld dan heb je zo'n heel kutprogramma eigenlijk. Ben je aan het schieten van 2 keer 36 minuten. Maar er komt geen één keer iemand in beeld die mee heeft gedaan aan een van die cursussen. Ja. En die ook zegt van, ik heb er echt wat aan gehad. Er is er geen één. Nee, dat is ook Ik denk dat ze er gewoon niet zijn. Nou, maar dat is sowieso het ding met Videland. Videland maakt gewoon kutdocu's. Maar het is wel vermakelijk. Wat kwam voorbij? Was dat bij jou of bij mij? Of... Niet bij mij in ieder geval. Oh, is een brommer hier, sorry. Boyd op de brommer. Ja. Hij moest een Tesla verkopen, maar nu zit het op de brommer. Ja. Maar dat is met... daarom zeg ik al net, bij wat ze dan niet laten zien, is ook het... Het feit... tegenwoord zie je. Maar ook wat ik al net zei van het harde werken. Want ze laten... Wat heb je nou eigenlijk gezien van die gasten? Ja, dat ze heel veel blasé hebben, blablabla, en... eigenlijk heb je niks gezien. Maar dat is hun werk, denk ik ook. En ik denk dat misschien juist wel het verkooppunt... Ja, je hebt wel van die Maurice, heb je gezien wat die doet. En hoe die eraan komt, zeg maar. En hoe die geld verdient. Die jattert. Die jattert. Je hebt wel gezien hoe hij in ieder geval zijn geld verdient. Het is niet op een hele jovele manier, maar hij verdient zijn geld ermee. Ja. En die andere was makelaar. En je hebt die andere gezien, die is makelaar. Maar die koopt gewoon een huis voor 2 ton. Die zet er een installateur in voor 50.000 euro. En die, dan ben jij zeker de installateur. Nee, maar het gebeurt wel. Maar dan verkoopt hij hem voor 50.000 extra. En dan heb je een goede winst. Met zijn compagnon. Ja. Dus dat is ook nog wel redelijk jovel. Ja, in deze tijd ook niet echt jovel. Omdat maar wel gewoon, het is wel eerlijk. Soort van. Het is niet eerlijk hun maand gezien, maar wel eerlijk geld verdiend. Ja, precies. En het is misschien een beetje met drugsgeld opgezet. Want hij heeft ook in de bak gezeten. Dat heeft hij ook allemaal al verteld. Maakt niet uit. Dus dat, is dat maar bij die Joshua, die doet al die dropshippings en zo. En die laat dan zien hoe dat is en hoe die daar zijn geld mee verdiend heeft. Dat is ook nog redelijk jovel. Alleen als je maar transparant bent, Semi. Zij zijn Boyd, wel eerlijk. Die laat gewoon niet zien hoe hij zijn geld verdiend heeft. En hoe hij ooit op zo'n cursus gekomen is. Want je kan niet van... Ik kan niet ineens morgen zeggen van... Ik ga een psychologische cursus om mensen bewust te laten worden van zichzelf starten. En ik heb de 1000. Nee joh, het is allemaal... Ook het kopiëren, net als die andere gasten deed. En dan het vertalen. Hij heeft gewoon Emiel Ratelband gekopieerd en vertaald naar deze tijd. Ja. Met een beetje psychologisch en piramidespel erbij. Ja. Precies. Dus, ja. Waarvan acte. Ja, dat was het. Eens. Mooier kunnen we niet maken. Maar wel makkelijker. Vind ik ook. Dit was het voor nu voor de snelle jongens eigenlijk. Toch? Ja. Ik vond dit wel... ik vond wel leuk... Het is vermakelijk om te kijken, inderdaad. Dat je als je even niks te doen hebt, ik kan het iedereen aanraden. Ja. Dus kijken. Want ga allemaal niet drinken, want alcohol shut off your denkende mind. En je moet ook snel slapen of zo, toch? Het was zo'n boos. Nee, dat was een ander. Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Alcohol is iets wat jouw denkende mind... Shut off. Ik drink geen alcohol. Het is wel waar. Als je minder alcohol drinkt, dan word je minder lui. Dan ga je gewoon dingen doen. Ja, ze hebben dat roken nu in dat liedje gedaan. Ja, volgens mij ook. Ik weet even niet meer welk liedje dat is. Maar van Turfy Gang. Die kakkers. Die gaan rappen. Oh, ja. Nee, maar die hebben ze dat ook in dat liedje gedaan. Samen met de Party Squad. Ja, dat kan wel, ja. Shut precies. Ja. Ja, dat is wel leuk. Luister het allemaal. Ja. Ja. Dus, maar dit was de snelle jongens en we zitten nu op ruim een uur opnemen. Zullen we dan de aflevering hierbij, hoe zeg je dat? De aflevering is hierbij... Shut off. Shut off. Wie heeft bereikt door limit? Next week. New level. Next chapter. Yes. Next level. Nou mensen, dat was hem dan. En de groeten. Aju paraplu.
Are you paraplu? And do. Are you umbrella? Umbrella. Doei doei. Doei.